ben net uit huis gestapt en ik ga onderweg naar Jeruzalem vandaag. Nou, zoals je weet woon ik in Haifa en ja, we moeten wat ophalen in Jeruzalem. Ga maar dus mee vandaag en ik ga je weer wat nieuws laten zien. Nou, ik ben gearriveerd in Jeruzalem, wederom. Ik heb mijn taak gedaan en zoals je ziet sta ik in een vallei. Nou, eigenlijk zou ik het nog verrassender of gekker vertellen. Ik sta in de hel. Ik sta in de hel. En ik zal je uitleggen waarom ik in de hel sta. En dankzij God voel ik me niet in de hel. En dat is natuurlijk heel mooi, dankzij het werk van Jezus Christus. Maar ik sta toch in de hel en ik ga jullie vertellen waarom. Dit hier, wat je hieronder ziet, dat is het Gehinnom. Dat is het Hinnom-vallei, de Hinnom-valley. En als je daarachter kijkt, je kan het nu niet zien, maar daarachter, daar is de oude stad. En dit hier is het Hinnom-vallei. En wat gebeurde er nou? Dat ga ik je even vertellen. Toen Jezus refereerde aan de hel, aan het Gehenna, aan het Hinnom. Toen refereerde hij aan dit, aan deze vallei. Waarom? Daaronder, daar zie je een klooster bij die bus, als je goed kijkt. Dat is een plek waar ze denken dat, Judas zichzelf heeft opgehangen nadat hij Yeshua, Jezus, had verraden. Dit wordt ook wel de plek Akeldama genoemd in het Nieuwe Testament. Maar als Jezus refereert aan de hel, dan spreekt hij over dit. Nou, waarom was dit een hel? Allereerst de geschiedenis wat die plaats heeft gevonden. Dat heb ik in de vorige vlog al, of dat heeft mijn neef in de vorige vlog aan jullie al verteld. Is dat hier aan de Moloch geofferd werd. Door koning Manasse bijvoorbeeld. Maar wat hier ook gebeurde, dat was de verbranding van het vuilnis van Jeruzalem. Je moet je voorstellen, daar aan die kant, daar had je de poort, de mespoort ook wel genoemd. En het woord mespoort zegt het al, daar ging al het vuilnis de stad uit. Hè, de vuilnis werd als het ware zo naar beneden het Hinnom-vallei ingedrukt. En daar werd het verbrand. En daar brandde een eeuwig vuur. En nu begrijp je al waarom ik in de hel sta. Het vuur is uit. Maar op dat punt, ik denk dat Jezus ook refereerde aan dat vuur, aan dat Gehenna, dat het altijd brandde. De vuilnis ging er maar uit en het bleef stromen, want vuilnis blijft altijd doorgaan. En dat bleef daar en dat werd verbrand. En Jezus zegt in de Bijbel dat wij, als wij niet ons bekeren naar God toe, dat wij ook naar de hel gaan. Dat we als het ware in het Hinnom-vallei belanden. Hetzelfde als Judas, hè, dezelfde plek waar hij zich ophing. En eigenlijk is het heel simpel. Als je niet tot je bestemming komt in God, dus wie God wil dat je bent, ja, dan zijn we vuilnis. Dan zijn we vuilnis. Dan hebben we geen waarde om hier te zijn. We zijn gemaakt, ik vergelijk het altijd met een wasmachine. Een wasmachine is gemaakt om te wassen. Maar zodra je de steen ingooit, gaat de wasmachine kapot. Kan je hem weggooien. Nou, als je gewoon doet met de wasmachine waarvoor die gebruikt is, kan die heel lang mee en dient die zijn doel. Nou, dat is denk ik hetzelfde met ons. Als wij tot God komen, tot Jezus, dan is hij barmhartig om onze zonden te vergeven en dan kunnen we hem dienen voor zijn koninkrijk en het koninkrijk wat komen komt natuurlijk. Maar dit is dus het Henna, het Gehenna. Het Hinnom-vallei, de mestvallei, daar waar al het vuilnis verbrand wordt.
Kan je je voorstellen dat Jezus hier, de Heer Jezus hier 2000 jaar geleden druppels met bloed zweten. Hier zo. Olijfbomen hier beneden. Degene die in Israël is geweest, die zal waarschijnlijk de plek daar wel kennen. Daarachter zie je de koepel. En daaronder, daar zegt men dat Gethsemane was. Maar Gethsemane was eigenlijk gewoon een olijfbomenbos. Een olijfbomengaard. Nou, wat je hier voor je ziet, dat zijn ook olijfbomen. Ik vind het zo indrukwekkend om hier te zijn. En zeker ook net dat we gedeeld hebben over de hel. Dat Jezus zei van hè, wie niet tot mij komt, ja, die komt niet tot zijn bestemming. Wat heb ik dan aan je? En hier op deze plek werd hij zo beproefd dat hij zelfs bloed drupte. Nou, goed, misschien kennen jullie het wel, dat je in tijden beproefd wordt. Dat je weet dat je ergens doorheen moet. En dat het zoveel pijn doet. Nou, Jezus moest dat ook. Jezus wist toen hij geboren werd, althans, waarschijnlijk een aantal jaar later wist hij, dat hij moest gaan sterven. Dat was zijn doel hier op aarde. Om te sterven voor zijn volk Israël. En ook alle heidenen die daarbij ingevoegd zijn. Maar hij wist vanaf jonge leeftijd al dat hij moest sterven. En hier, in deze olijfboomgaard, kwam hij er heel dichtbij. En toen vroeg hij ook aan zijn vader, aan God, mag deze drinkbeker aan mij voorbij gaan? Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik kan me zo goed indenken dat hij zo'n strijd tegen zijn vlees voerde, tegen zijn lichaam. Maar aan de andere kant ervaarde hij in zijn hart de roepstem van zijn vader dat hij zichzelf over moest geven aan het kruis. Hij wist ook dat achter het kruis, dus na de opstanding, dat hem de kroon gegeven zou worden. De kroon om alles te regeren hier op aarde. En dat komt hij zeker nog doen. Hij komt op een moment terug. Maar op dit moment kunnen we alleen maar stilstaan bij het feit dat hij zo'n verdrukking heeft gekend en dat hij dat allen voor ons gedaan heeft. En wat mij het meest raakt in die tijd is dat hij discipelen met zich meenam om voor hem te bidden. Gewoon om in de geest voor hem te bidden, voor kracht om door die verdrukking heen te gaan. En wat deden de discipelen? En dat toont ook echt de mensheid, de gevallen mensheid aan. Ze sliepen. Ze vielen gewoon in slaap. Alsof Jezus dat allemaal wel kon doen. En dat kon hij ook wel. Maar het toont aan de gevallen mensheid. En we leren er ook zoveel van hoe we moeten leven, ook als gelovigen. Dat we door verdrukking heen moeten. Maar dat we vol moeten houden. Vol moet houden, want we hebben de kroon van het leven. Dat staat ook in Openbaringen. Wie vol zou houden tot het eind, die zou de kroon van het leven ontvangen. Dus wij zijn hier niet om allemaal leuke dingen mee te maken op aarde. Nee, wij zijn hier om door deze Jordaan heen te trekken naar het koninkrijk wat komt. Zoals je ziet sta ik op een vrij bijzondere plek. Achter je zie je de Dome of the Rock, de rotskoepel. En men denkt dat daaronder, daar ligt een rots. En ze denken dat daar het heilige der heiligen van de tempel was. Goed, daar is enorm veel strijd om. Als je ergens strijd ervaart op een plek, dan is het hier wel. Dit ligt politiek zo enorm gevoelig, deze plek, dat als ik bijvoorbeeld daarheen zou gaan en ik zou met een Israëlische vlag zwaaien, dat ik
opgepakt word of dat ik een enorme rel veroorzaak. Dus het ligt enorm politiek gevoelig. Onder me zie je dus de graven van de Olijfberg liggen. Wat denkt men? De Joodse mensen denken dat ze, hè, dat ze op zullen staan als de Messias komt. En dan zijn ze dichtst bij hem. Dat is de idee van hier begraven liggen. Nou, dat kost ontzettend veel geld om daar te liggen. En het is een opvallende gedachte. Ik sta nu op het moment op de Olijfberg. Ik sta op zo'n bekend uitzichtpunt hier. En we kijken aan die kant van de muur. Daar zie je nog overblijfselen van de oude stad, van de oude tempel. Daarachter, achter de koepel, aan de achterkant daarvan, daar heb je de klaagmuur. Ook wel de overblijfselen van de tempelmuur, waar het Joodse volk nu vooral zich bevindt om te bidden. Dat is hun meest heilige plek. Althans, één na meest heilige plek. De heiligste plek is op het platform, bij de Dome of the Rock. Wat opvallend is, de Dome of the Rock is... Het is een moskee, maar het is niet gebouwd als een moskee. Aan de linkerkant, daar zie je de Al-Aqsa Moskee. En daar bidden de meeste mensen. Maar wat opvallend is, op die Dome of the Rock, op die rotskoepel, daar staat geschreven dat God geen zoon heeft. Tjoh, dat is nogal godlasterlijk. Dus op de meest heilige plek, de meest opvallende plek in heel de wereld, in Hagia Jeruzalem, daar staat op de zijkanten van de Dome of the Rock, God heeft geen zoon. Nou, wij weten wel anders. En daar zijn we vandaag de dag nog dankbaar voor. En we mogen weten dat we leven hebben tot in eeuwigheid. Goed, nu zie je dat alles mixt hier. Ik zal je een beetje uitleggen. Hieronder wacht het Joodse volk op de opstanding. Als de Messias komt. Nou, wij weten natuurlijk, als Yeshua, Jezus, terugkomt, dat de graven zullen openen. Dus aan de ene kant hebben ze natuurlijk gelijk. Aan de andere kant geloven ze niet in Jezus. Hier zie je de contradicties zo gigantisch duidelijk. Op de Dome of the Rock, op de rotskoepel staat, God heeft geen zoon. Hier wachten ze op de opstanding zonder degene die dat kan verzorgen, zonder geloof daarin. Nog een opvallend ding is die poort die je daar ziet. Die poort, dat is de ingang van de tempel, van het tempelplein. Goed, wat denkt men? Ook vanuit Ezechiël, de laatste hoofdstukken. Dat de Messias dus terugkomt op de Olijfberg. Dat staat natuurlijk voorspeld en daar geloven wij ook in. Dan staat er, of dan geloven ze, dat hij door die poort naar binnen gaat. Nou, als je goed kijkt, ik laat het zo meteen in een dichtbij shot even zien. Maar als je goed kijkt, zie je dat hij dichtgemetseld is. En dat er graven voor liggen van islamitische mensen. Ook dat is een stukje provoceren. Want ze hebben hem expres dichtgemetseld, zodat de Messias er niet doorheen kan. Nou, wij weten wel beter. De Messias kan zelfs door dichte deuren. Hij heeft zich geopenbaard aan de discipelen al reeds. Dus dat weten jullie wel. Die graven hebben ze daar neergelegd, zodat men, hè, vanuit het Joodse geloof en vanuit de Torah ook, mag je niet over dode lichamen lopen. Dus op die manier wilden ze voorkomen, het is eigenlijk een soort verdedigingswal, graven voor de dichtgemetselde poort en op de koepel, God heeft geen zoon. Wat een geestelijke strijd, je voelt het al helemaal aan. En dan heb je nog aan die kant, daar heb je de gouden torentjes. Dat is de kerk die staat vlakbij het tuin van Gethsemane. Het hof van Gethsemane. Goed, ook daar, als je naar binnen loopt, zie je mensen
knielen, bukken, kussen op de grond. Ook dat is religie. Ook dat is niet wat Jezus ons leerde. Om in geloof naar zijn wederkomst te kijken. Het is zo belangrijk dat we scherp blijven. En hier op dit plekje waar ik nu sta, hier kan je dat enorm goed zien. De geestelijke strijd tussen de Satan en God. Een laatst weetje, is natuurlijk heel mooi. Staat natuurlijk beschreven dat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen. Goed, je kan zeggen, oké, het aardse Jeruzalem is maar het aardse. He, dat heeft geen waarde meer in Gods ogen. Toch is dat niet waar. In Handelingen staat dat dit de stad van de grote koning is. En nadat Jezus is opgevaren ten hemel. En daar staat daar geschreven dat hij nog steeds, dat dit de stad van de grote koning is. Nou, de grote koning is natuurlijk Yeshua. Dus deze stad ligt eigenlijk klaar te wachten op de wederkomst van Yeshua. En daar vandaan zit daar zo'n geestelijke strijd omheen. Het hemels Jeruzalem wat neer zal dalen, zal uiteindelijk het grote plan van God vervullen. Dan zal het koninkrijk doorbreken, ook letterlijk, visueel. En Jeruzalem, dat heb ik net ook al uitgelegd, Jeruzalem, de naam Jerusalem in het Hebreeuws, dat is eigenlijk een meervoud. Bijvoorbeeld Yad, één hand, Yadayim, handen. Jeruzalem, je hoort het al, Jerusalem. Dus het is een meervoud van steden. En daarin laat God ook iets profetisch doorschijnen.